Horizon Zero Dawn, liefde. Liefde, dat is het enige wat ik kan voelen voor dit spel. Ik heb nog geen negatief punt gezien. En natuurlijk, dit is mensenwerk, het is handmatig werk. Als er 250 mensen aan een project hebben gewerkt, het zijn en blijven mensen. Er kunnen fouten in deze game zitten. Dat is logisch. Maar dat is ook niet wat ik bedoel. Ik zeg het alleen maar omdat ik zeker weet dat de mensen gaan lopen janken in de commentaars. Er was wel fouten in, glitches. Alleen maar liefde gewoon. Ik heb alleen maar liefde voor dit project, voor de setting, de graphics, de gameplay en de story gecombineerd. En dan vergeet ik de sound design. Iets wat ik niet achterwege kan laten. De sound design is magnifiek en geeft een extra onderlaag en toon aan dit gehele project. Ik ben hier in ieder geval de vorige part geëindigd. Van harte welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering van Horizon Zero Dawn op mijn channel. Dit is inmiddels aflevering 18. En in deze aflevering 18 staan wij hier. Een outpost die de Dagtoren wordt genoemd. Het is een grens tussen de heilige landen. Dat zijn dus dit. Dit zijn de heilige landen tussen aanhalingstekens. En voor als we deze grens voorbij gaan, bam, hebben we dit. De wereld ligt dan voor ons open. En deze area is al groot, we weten het. Dit is echt al een belachelijk grote area waar ik nog niet veel heb ontdekt. Als ik ten zuiden trek, heb ik zelfs nog in het heilige land, dit gebied dus, ook nog zat te doen hier. Er is hier een area die ik nog niet eens heb ontdekt. Een soort cliff hier zie ik tussen de bergen. En hier is ook een geïnfecteerd gebied. Van minimaal niveau 25, of sorry, niveau 20. En als we dan ten noorden trekken in het heilige gebied, hebben we hier een sidequest openstaan. Dat is namelijk het Sigma-verhaal. Wat ik vergeleek met Destiny, de Sifa-story, weet je wel. Dat modern-achtige stijltje. Het stamt natuurlijk allemaal uit de mensen. Of van de mensheid af. Dus de technieken waar de mensheid over beschikte, daar hebben we nu de overblijfselen van. Dat vind ik altijd heel interessant om te ontdekken. Natuurlijk alle collectibles. Zodra je inzoomt, zie je alle collectibles nog in de oude areas die we kunnen doen. De bandit camps. En ten noorden hier, check it. Bam, een nieuwe beast. Er is hier een nieuwe robotsoort. En die hebben we nog helemaal niet ontdekt. Daarnaast is hier ook een Banook beeldje te vinden. En nog een metalen bloem. En zo zijn er eigenlijk wel in de gehele game, op heel veel plekken, nog zat dingen te doen. Zonder dat we überhaupt de wereld intrekken. En dat is toch wel mijn type gameplay. Ik weet het. Ik heb het nu vaak genoeg benadrukt. Heel veel mensen zullen hier geen geduld voor hebben. Maar vergelijk dit met mijn Let's Plays van Fallout 4. Vergelijk dit met mijn Let's Plays van The Witcher 3 Wild Hunt. Dit heeft tijd nodig. Dit is niet een Let's Play bij wijze van story speedrun. Alles behalve. Ik hou daar niet van. Zo hoort het niet gespeeld te worden. Er zit veel meer werk in het spel als deze, waar 6 jaar aan is gewerkt door Guerrilla Games, dan alleen een beetje een verhaaltje te speedrunnen en alle beasts af te slachten. Dat ga ik ook gewoon niet doen. Ik vertik het. Ik speel het op mijn manier. En als we nu in aflevering 18 zijn, en we zijn nog steeds in het oude heilige land aan de rechterkant, waar we eigenlijk nog geen kut hebben gedaan, besef hoe bizar groot de game dan is. Mijn plan voor de aankomende part is dus volgens mij wel duidelijk na deze uitleg. Is dat we vooral dit gebied gaan afronden voordat ik ook maar enkele stappen ga nemen in dit gigantische stuk land. Zat te doen nog. En ik wil starten met de quest die ik hier heb opgekregen van die leider. Het is namelijk een klusje en dat klusje heet Op Onbekend Terrein. Het is in de Dagtoren nederzetting aan ons gegeven door, hoe heet die? Balaan. Dat is die soort captain van die nederzetting. En hij heeft hulp nodig. We moeten namelijk hun sloten de poorten door de geïnfecteerde machines. Zodat die infectie zich niet zou verspreiden, zeg maar. Alleen toen ze de deuren sloten, bleken er dus nog manschappen van hun in die vallei te zijn. En die manschappen moeten wij zien te redden. Er zijn er nog veel meer klusjes in deze oude area af te ronden die ik eerst wil gaan doen voor ik met de story verder ga. Bijvoorbeeld, hier. Er zijn moedigen, dat is dus gewoon leden van de stam, die zijn naar de verboden ruïnes van Duivelsdorst gegaan. Als zoeker kan Aloy naar ze op zoek gaan zonder het taboe te verbreken.
Zelf durft ze dus hun eigen manschappen niet te redden, want als ze erheen gaan, verbreken ze de taboe. Ze mogen daar namelijk niet komen officieel. Maar wij als Seeker, als Aloy zijnde, mogen daar dus wel heen. Dus we hebben allerlei toffe klusjes. Bijvoorbeeld als je hier naartoe kijkt, dat bevindt zich hier. Ook in een oude area. En geluk bij de jacht. Ook bij een oude area. Zie je? En zo is er echt veel te doen. We gaan hierbij starten. Omdat het redelijk dichtbij is. Opgekregen door deze leider in dit dorp. En er is een bandit camp in de buurt. Dus ik zal een bandit camp doen. Dit doen. Geïnfecteerde grond. En dan wil ik overgaan naar de niveau 25 ruïne. En misschien zo'n Sigma machinehaard. Ik ben heel erg benieuwd. Show de support door even op de like knop te rossen. En welkom terug bij deze episode. Eén ding is me wel opgevallen. Toen we hier aankwamen bij deze grens. Je ziet ook hoe mistig het is. De pestpokken weer hier. Toen werden we aangerand. Door een corruptor. Save these for the trail. En tijdens die gigantische aanval van de corruptor heeft mijn paard het niet overleefd. Dus we hebben op het moment geen paard. Ik ga eventjes snel opslaan. Smoke, red tatters. More bandits like the ones at Devil's Thirst. Het is echt gek om te zien. Zo nu en dan komen er gewoon mistvlagen, wolken, weet ik veel, sneeuwvlagen komen er gewoon voorbij. Waardoor de rook die we daar zien, gewoon eventjes wordt bedekt door dit soort mistvlagen. Zien jullie dat? Het is gewoon echt aan het stormen. En dan Aloy dat handje zo. Damn. Maar, los van dat we een beetje in het genieten zijn van de omgeving, heb ik eigenlijk wel een probleem. We moeten op zoek naar een paard. En er zit uiteindelijk, ik weet niet of jullie het hebben gezien, er zit uiteindelijk een hele toffe vaardigheid in de game. Maar ja, ik heb die nog niet. Ik zal het laten zien aan jullie. Hier. Roept een nieuw overgenomen rijdier als er geen rijdier beschikbaar is. Dus dat betekent dus gewoon dat je altijd je rijdier kan roepen. Dus ook al is hij dood, er komt er gewoon een nieuwe. Het is gewoon een heel awesome, handige skill. Maar ja, ik heb het nog niet. Wat bevindt zich daar? Een lancehorn. Volgens mij kunnen we die gebruiken. Ho, 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 ho. Nee, dit is sowieso een nieuwe... Oké, we gaan eventjes checken, jongens. We gaan even checken bij notities, machinelijst. Ik heb een nieuw beest ontdekt. De lancehorn. Er staat ook bij overnemen linksbovenin nog niet mogelijk. Je kan zijn horens eraf schieten, daardoor kan hij niet meer boren. En je kan koelwater uit de cilinder halen. Schiet op deze cilinder met een ijspijl voor een explosie die alles in het gebied bevriest. Ik kan nagaan, ijspijlen heb ik nog niet eens vrijgespeeld. En dan loopt er hier ook nog, alsof het niets is, een sawtooth doorheen. Oké, die peren hem. Mooi, die zijn gevlucht. Jezus, kijk even hoe dit eruit ziet. Daar komt hij aan, of niet? Here.
Dat was lekker veel damage. Boom. Neer is hij. Jesus. Oh, sawtooth is neer. Ik hoop een sawtooth hard te vinden. Want dat heb ik voor bepaalde items nodig. Sawtooth lens helaas. Dat is het enige. Ik heb wel een watcher hart, maar dan hebben we nou weer niks aan. Aanpassingsvoorwerp. Daar heb ik ook geen kut aan. Ik zal eens eventjes wat items gaan maken. Ik heb net wat vallen gebruikt. Ik heb wel nieuwe vallen nodig. Daar rechts zie je gelukkig hoeveel items ik heb, maar dus ook hoe belangrijk het is om dit soort items te hebben. Cool. Een sawtooth kan echt niet tegen vuur, dus dan kan ik dit soort vuurtraps neerzetten. Laten we eens even kijken op de kaart waar we zijn. Rust always said, patience. Rust always said, patience. Ik wil niet praten over Rust. Die man is gewoon zo triest neer. Dat was mijn Mattie for life. Maar ja, ik zeg het goed. Was. Ik ga trouwens sowieso iets heel cools doen. Ik ga namelijk een tutorial missie aanzetten. En dat is... de tutorial van de ratel. Dat is een wapentype. En dat wapentype heeft de tutorial dood... drie menselijke vijanden met metaalschichten. Als we dus naar de inventaris gaan en we stellen hem in, dan is dit hem. De ratel. Laten we hem instellen op die. Ik zet daar ook gewoon eventjes een groene op. Weet je, een groen wapen met zo'n groen ding. Dan verspil ik er niet echt een goede perk op. Zo kan ik met dit wapen gewoon richten en schieten alsof het echt gewoon een machinegeweer is. Het is echt best wel apart. Oké, maak nieuwe munitie aan. Zo, die tutorial is completed. Ik ga over op de boog. Neer. She's up on... Wat zijn dit voor wapens? Wat gebruik ik in hemelsnaam? Een vuurspuur? What the hell, man?
Het zijn dus gewoon... what the fuck, een bepaald soort ammo type wat vastplakt aan de enemy, vervolgens nog ontploft. Hoppa! Hey, een wijfie. Nou, en zo zie je maar dat je dus echt hele aparte wapens kunt gebruiken. Zo heb ik dus gewoon het metaalschichtenwapen gebruikt. Nog in groene conditie hoor, want stel je hebt dit wapen in een paarse conditie met de perfecte ammo type, dan betekent dat dus dat je echt een overpowered wapen hebt, wat bijna op een full automatisch wapen lijkt. Echt sick hoe ze dit hebben gemaakt. Eventjes mijn audio wat harder gezet, maar daardoor hebben we dus ook de tutorial completed. Zag er vrij tof uit. Ik kan hier een quick save maken, dan hebben we dat ook achter de rug. En wat ik ook zag is in dit heilige land, dat is eigenlijk de hele rechterkant van de world map. Daarin bevinden zich overal van die herten, weet je wel, van die trainingspopherten. Zo had ik er hierboven ook één gevonden, moet je kijken. Als je ze vindt, sla ze neer. Het is namelijk een best secret en zeldzame trophy. Dit ding, de vuurspuwer. Apart wapentje, man. Maar ik weet dus ook nu wat het doet. Wat het doet. Kwam lekker uit. Ik weet ook wat het doet. Wat het doet. Toen ik het voor de allereerste keer zag, toen ik het oppakte, dacht ik, hey, een flamethrower. Maar het was alles behalve een flamethrower. Daarom ging ik er ook zo kut mee overweg. En leken enemies wel te glitchen, maar ze kregen gewoon zoveel firepower tegen hun aan, dat ze gewoon letterlijk wegvlogen. Het was helemaal geen glitch. Want ze werden gewoon ondergesproeid met bommen die vervolgens nog afgingen terwijl ze geplakt zaten aan hun lichaam. Dus als je een bom vastpakt aan hun voeten terwijl ze ontploffen, ja, dan vliegen hun voeten weg. Het zag er heel apart uit. Maar goed, de tutorial completed. Zo hebben we het ook wel kunnen zien net. En nou hebben we ook een volgende tutorial. Als je kijkt bij missies. De explosiecatapult heeft namelijk een eigen tutorial. Dood meerdere vijanden met één bom. Dus dan kunnen we beter ook eventjes die erbij pakken en hem daarop selecteren. En dan zetten we het touwwapen daar wel neer. Wat de hel is dit? Het is net alsof die bandits een soort shrine hadden gemaakt van robotonderdelen. Doe me een beetje denken aan die Fallout DLC met robots. Automatron. Laten we snel naar de missie gaan die ik had klaargezet. Het is namelijk een klusje. En het gaat op onbekend terrein. Het is die van de leider. Dus we kunnen er best wel snel heen. Nou, gelukkig heb ik dit gebied al gecleared. Ook al zie ik hier nu wel iets wat ik liever niet zie. Come on.
Oké, die zijn uitgeschakeld. Wat loopt hij nou te janken? Yo, what up? Moet ik met jou praten? I wouldn't have made it without you. Thank you. Infectieweerstandstof verkregen. Oké, aangezien er in de dagtoren een nederzetting daarboven op de berg waar we dus de vorige poort zijn geweest, een leider was die ons een quest gaf over deze area. Een Red Eye Watcher, wow, oké. Ben ik benieuwd wat nou exact de bedoeling is. We bevinden ons wel in dit gebied. Onderzoek het verlaten dorp is wat de markering ook zegt. Maar waarnaar ben ik op zoek? Ga je nou echt menen dat hun helemaal een pad hadden gemaakt? Die ik gewoon kon gebruiken. Een pad van de bandits. Ja, want dit was de banditkamp. Wauw. Als ik dat toch eens had geweten. Nou goed. Jullie maken er toch niet veel van mee. Want al dit soort stomme stukjes die onnodig dom zijn. Knip ik gewoon uit voor een soepele verloop van de part, zeg maar. Maar ik ben benieuwd. Nou, wat zijn we op zoek? Ik moet wel echt jagen op wildlife trouwens. Goed dat ik het zie. Want ik heb echt botten nodig en voedzaam vlees, vetvlees, dat soort dingen. Maar ik heb voornamelijk botten nodig van beesten om die upgrades te kunnen maken. Oké, kijk. Ik ga hem even opslaan. Ik heb hier inderdaad een lijk aangetroffen. Dat moet één van de manschappen zijn van de Karja soldiers. Dat zie je aan hun armor die ze dragen. The other soldiers must have retreated. But to where? Zo, het weer slaat echt helemaal om. Shit. Oké, dit is het spoor naar de overige Karja soldiers. Ik ben heel benieuwd wat we daar gaan vinden, jongens. En ik vind dit soort sidequests mooi, want ze brengen me op plekken die ik normaal gesproken waarschijnlijk over het hoofd zou zien als ik gewoon snel door deze area was gegaan. Ik zie een vis wat ik ook op wil jagen voor de vissenbotten. Oh shit, sterke stroming. Vissenbot, yes, het is gelukt. Oh, nu ik hier toch ben. Come on now. Yes, hij hoort bij me. Tof. Oh, wat is het mooi om hier te zijn, zeg. Het is zo cool om in deze game door de wereld te gaan. En te genieten van natuurgebieden. Weersomstandigheden, de graphics, gameplay, enemy types die je tegenkomt, mysterieuze plekken, collectibles. En bijvoorbeeld een avontuur als deze.
Wow, ik hitte hem ook nog, terwijl ik echt totaal geen overzicht had. Ik wist echt niet wat het beste was. Restje vlees. Ah, waarom doe ik dit ook? Waarom doe ik dit voor een restje vlees? This can't be the helmet from the last British soldier. Someone nearly lost his head here and ran off. Bijna onthoofd. Yes. Ai, zwijnenhuid is op zich wel tof. Nou, ik had wel een quest nou, nu ik het besef. Holy shit, ik wil eigenlijk zeggen... maar ik heb het toch niet nodig. Maar ik had inderdaad die quest. Shit. Eens even kijken op de kaart, want het valt me op. Vind ze ring. Ik had zoveel sidequests opengezet. Dat als we mogelijk in de buurt zijn. Dan kan ik misschien inderdaad ook gewoon progressie meteen meepakken voor andere sidequests. Hey shit. Aan de waterkant, bloedvlekken. Blood everywhere. A machine dragged something into the water here. But maybe he made it to that island. Zijn er serieus machines onder water? Wauw. Hoe kan dit toch? Voor een Nederlandse productie, how's possible? Ik zie een beest! Oh shit! Holy fuck. Oké, waar kan hij niet tegen? Hij kan dus niet tegen explosies en niet tegen vuur. Oh, wat een beest. Jezus, wat vet. En dit is een sidequest, hè? Waarom zou je dit soort dingen overslaan, jongens? Ik zie het zoveel onder mijn YouTube comments. Oké, weer een notitie. Serieus, zijn er zoveel snapmas tegelijk? Is dit een soort eiland vol met die beesten? Oh, ze zwemmen allemaal. Look at the jaws on that thing. You can snap a sawtooth right in half. Oh man, wat eng. Wat de hel doet hij? Wow, hij gaat serieus. Het zijn gewoon krokodillen, gigantische krokodillen, gedragen zich ook hetzelfde. Man, wat is dit vet zeg. Fascinerend om te zien dit. Ik blijf nu wel eventjes op een afstandje.
What is that? I brought down all the beasts, but I missed out on the feasts. I went to the beer. I wasn't expecting to be found, especially not by Nora. I wasn't expecting to find a half-clad Kharjan soldier singing like a drunk. Well, I apologize for my behavior. I thought I was dead. Come on. Your commander asked me to bring you back to Daytower. I refuse to be led back to my outpost by Nora, like some prisoner. Fine. Go by yourself. Wait. Look. I got in a tussle with a Snapmaw. It ate the half of me that was armor and bow. The thief is still in the water. I can't go back without a weapon. Find my bow, please. I'll get it. Just don't start singing again. En sla alsjeblieft ook niet zo'n toon tegen mij aan, omdat ik toevallig niet bij jouw stam hoor. Achterlijke Mogol. Fucking hell. Hey shit. En nu dan? Nu is alleen die onderkant nog. Zou ik dat ook kunnen hitten? Zeker wel. Shit, dat had ik niet moeten doen, man! Hij staat geheel in de fik gewoon. Kijk hem gaan. Een vuurkill. Hij stond, zijn hele systeem stond gewoon in de fik. Ondanks dat het een watermachine was. Shit. Oh, wat een leuk berichtje. Ik weet niet of jullie het linksbovenin zagen, maar iemand bedankte me letterlijk oprecht gewoon voor mijn Horizon Zero Dawn content. Dat is echt mooi om te lezen. En daar ben ik ook dankbaar voor. Thanks, mate. Alright. Here's your bow. Good luck out there. Thank you. I didn't want to die in foreign lands like my men. May the sun light their passing.
Well, fuck this guy, dat hij lekker zo bij de hand doet. Alleen maar omdat meneer niet geholpen wilt worden door een buitenstaander. Fuck die guy. Wel, ik had eigenlijk verwacht dat ik niet zou sterven daardoor. Pak het brandstof op. Yep. Pittig wat plantjes moet ik even zien te vinden. Het is mooi dat de game het nu aangeeft door middel van groene kruisjes onder de... Those scrappers must be salvaging metal. Ja, dat klopt wel, maar dat boeit mij even niet. Stel ik loot een plantje, dan wordt die groene balk aangevuld. Maar ik kan nu zien hoeveel groene balken ik nog heb door middel van die kruisjes. Omdat ik simpelweg de medicijnenbuidel heb geüpgrade. Cool om te zien. Weer een hele toffe grondstof. Blauw, zwijnenhuid. Ik ga jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Voor de support op aflevering 18 van Horizon Zero Dawn. Die we dus hebben gevuld met het overnemen van een bandit camp en vervolgens een klus van de Clara, heette ze? Heet ze zo? Het is een stam in ieder geval van de nederzetting Dagtoren. En dat klusje zit erop. Mijn planning voor de volgende aflevering is vrij duidelijk. Namelijk dat ik naar klusjes ga, Heiligdom bevindt zich hier. En dat is in deze area, Duivelsdorst. Ze zijn hier dus bij ruïnes terechtgekomen. Als we daar aankomen kunnen we echt veel collectibles af. Metalen bloemen, oude houders, uitkijkpunt en nog een oude houder. Dat kunnen we allemaal rond deze area doen. En dan kunnen we zelfs naar de oude wapenopslag. Sluit de energiecel ergens op aan. Ik ben heel benieuwd naar deze missie. Dus wat ik ga doen, ik ga deze part eindigen door simpelweg te fast travelen. Nou, dan gaan we naar de kaart. Yes. En ik ga jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze aflevering 18. In aflevering 19 gaan we snel verder met alle avonturen in Horizon Zero Dawn. Rond ik langzamerhand het heilige land af om te levelen. En uiteindelijk met veel progressie verder te gaan aan de story op zoek naar de stad van de zon. Ik ben niet zo'n speedrunner, bewust. Ik zie zoveel mensen al naar de stad van de zon gaan, zo vroegtijdig. Dat is totaal niet mijn speelstijl. Ik doe het lekker op mijn eigen manier en ik hoop dat jullie het kunnen waarderen. Bedankt voor de support. Tot de volgende. Peace.